Na de winst van afgelopen vrijdag tegen Jong Ajax met 2-1 staat voor NEC dinsdag alweer een wedstrijd op het programma. NEC gaat dan op jacht naar de eerste uitoverwinning van dit seizoen. Tegenstander is FC Volendam. En die ploeg heeft nog niet gewonnen dit seizoen en kent dus een mindere start. NEC zal na de overwinning op Jong Ajax met wat meer zelfvertrouwen afreizen richting Volendam. Zeker als je de statistieken erop naleest. Van de laatste 8 ontmoetingen won NEC er namelijk 7. Of trainer Meijer start met dezelfde 11 als tegen Jong Ajax is nog maar te bezien. Kevin Bokuzu lijkt weer fit te zijn en zou dus kunnen spelen achterin. Ook is de vraag of Okita weer fit is. Hij was er namelijk afgelopen vrijdag niet bij omdat hij te veel last had van zijn onderbeen. Dinsdagavond om 9 uur trapt NEC af in het Krasstadion tegen FC Volendam. Zonder uitpubliek, maar met RN7. Want wij zijn erbij. Vanaf 9 uur is de wedstrijd te volgen via radio en internet.